Binnenkort wordt uw nieuwe woning opgeleverd met een comfortabel en duurzaam klimaatsysteem. Ik ben Pim Korevaar en neem u graag mee om uitleg te geven over hoe uw klimaatsysteem werkt. Dit is de warmtepomp met daarboven een voorraadvat met het warm tapwater. Dit systeem werkt op elektriciteit. Er zit dus geen gasaansluiting meer in uw woning. Er wordt alleen nog stroom geleverd. Onder deze woning is een bodemwisselaargeboord en deze is aangesloten op uw warmtepomp. Met de energie uit de bodem maakt de warmtepomp warm tapwater en warmt deze uw woning op in de winter. In de zomer halen we de energie en dus warmte uit de woning middels de vloerkoeling en stoppen deze weer in de bodem. Zo houden we de bodem in balans en kunnen dit jaar in en jaar uit de woning verwarmen en koelen. Daarnaast heeft uw woning een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De afgezogen warme lucht uit de woning warmt de verse schone buitenlucht op voordat deze de woning wordt ingeblazen. In de winter maakt de warmtepomp met de energie uit de bodem en een beetje stroom warm water van ongeveer 30 graden. En laat deze door de vloerverwarming stromen. Dit noemen we laagtemperatuurverwarming. Hierdoor voelt het in de woning comfortabel met zo'n 20 à 21 graden. De verblijfsruimtes in de woning zijn voorzien van vloerverwarming. Wanneer het in de zomer door de instralende zon in de woning warmer is dan de gevraagde temperatuur, dan wordt het koelen automatisch ingeschakeld. De warmtepomp pompt nu koelwater uit de bodem en geeft dit af aan het vloerverwarmingssysteem. Dit heet dan vloerkoeling. Door koelwater door de vloer te laten stromen, wordt de gehele vloer afgekoeld en straalt dit uit naar de verblijfsruimtes. Zo kunt u in de zomerperiode uw woning maximaal een paar graden koeler houden dan de warme buitentemperatuur. Wees er wel van bewust dat door middel van de vloerkoeling uw woning maar met een paar graden kunt koelen. In een duurzame woning is het belangrijk zoveel mogelijk uw ramen en deuren gesloten te houden, zodat de warmte in de winter binnen blijft en in de zomer zoveel mogelijk buiten wordt gehouden. Zo werkt het klimaatsysteem het beste en kost het zo min mogelijk energie. De temperatuur regelt u eenvoudig met de thermostaat. Met het plusje stelt u de temperatuur iets hoger in en met het minnetje iets lager. Houd er rekening mee dat het aanpassen van de temperatuur bij een warmtepomp zeer geleidelijk gaat. 1 graad verhogen of verlagen van de ruimtetemperatuur kan 24 uur duren. Zoek de temperatuur waar u zich comfortabel bij voelt en laat de thermostaat daar zoveel mogelijk op staan. Wanneer u bijvoorbeeld 21 graden vraagt, zal in de zomer de thermostaat automatisch overspringen in de koelmodus. Op de thermostaat verschijnt dan een sneeuwvlok-symbool. Wanneer de zomer voorbij is en de binnentemperatuur onder de 21 graden komt, zal de warmtepomp vanzelf weer omschakelen van koelen naar verwarmen. Op de thermostaat verschijnt dan een vlam-symbool. U hoeft dus niets te doen met de overgang van winter naar zomer en andersom. Uw woning beschikt over een voorraadvat dat onderdeel is van de warmtepomp. De warmtepomp verwarmt het water tot 58 graden en slaat dit op in het vat. Dit tapwater gebruikt u om te douchen of als u bijvoorbeeld warm water in uw keuken nodig heeft. Bij gemiddeld gebruik is de hoeveelheid warm water in een vol voorraadvat voldoende voor de hele dag. Het voorraadvat warmt in ecostand 1 maal per dag op en geeft daarmee voldoende warm water voor een gemiddeld gezin. Indien u meer warm water wenst, kies u op de thermostaat een comfortstand. Hierdoor zal het voorraadvat het water gedurende de gehele dag weer gaan opwarmen als de temperatuur onder de 45 graden komt. Let wel op dat wanneer u meer warm tapwater gebruikt, het energieverbruik en dus de kosten zullen toenemen. U kunt ook gebruik maken van de boostfunctie. Dit is een eenmalige opwarming van het tapwater. Let op, het duurt ongeveer 2 uur voordat het tapwater is opgewarmd. Nadien valt de warmtepomp weer automatisch in de ecostand. Uw woning is uitgerust met zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van de energieambitie. Dat kunnen enkele zonnepanelen zijn, maar het aantal kan ook voldoende zijn om het energieverbruik van uw klimaatinstallaties in uw woning op te wekken. Wanneer uw woning 0 op de meter is, liggen er voldoende zonnepanelen voor het gebruik van de klimaatinstallatie
en een huishoudelijke bundel. De energie die u niet gebruikt, levert u terug aan uw energieleverancier. Op het moment dat uw woning wordt opgeleverd, is deze al op temperatuur. Het is belangrijk, en met name in de winter, om deze temperatuur zo goed mogelijk binnen te houden. Houd dus ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Net na de oplevering zal u willen klussen in de woning. Houd ook tijdens het klussen in de winter ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Indien dit niet gebeurt, kan dit vervelende gevolgen hebben. Een afgekoelde woning vereist veel tijd om weer op temperatuur te komen. Wanneer dit langdurig voorkomt, wordt de warmtevraag in de woning aanzienlijk hoger dan er is berekend en bestaat er een kans dat de woning moeilijk of niet op temperatuur komt. Als de woning na oplevering erg vochtig is, zet dan de ventilatie op de hoogste stand. Het vocht wordt door het verwarmen van de woning verdampt en wordt door de ventilatie afgevoerd. Ervaart u alsnog een hoge luchtvochtigheid in de woning, dan is het mogelijk om een externe kachel of een bouwdroger in de woning te plaatsen om dit proces van ontvochtigen te versnellen. Wordt de woning in de zomer opgeleverd, dan kunt u bij een buitentemperatuur van zo'n 18 graden of hoger natuurlijk ook ventileren door deuren en ramen open te zetten. Wanneer na oplevering sprake is van een extreem hoge buitentemperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtigheid in de woning, dan kan er door het koelen condensvorming optreden. Het is verstandig om de condens met een schone doek te verwijderen om schimmel te voorkomen. Wij adviseren u om in een dergelijke situatie de thermostaat op 23 graden te zetten en extra te ventileren om kans op condens te beperken. Tijdens uw tweede zomer in uw woning is dit niet meer nodig, omdat al het vocht dan al uit de woning verdampt is. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe woning.